Ik ga aan de hand van een voorbeeldje die ik hier gemaakt heb. Een kozijn met een deur. Kijk, prachtig. En ga ik laten zien wat de problemen kunnen zijn. En het gewicht van de deur komt aan deze stijl te hangen. Aan de hangkant met 2 of 3 scharnieren, 4 kan ook. Maar het gewicht van die deur komt via dit naar beneden gedrukt. En als je zou zeggen van als dit geen goede ondergrond is of de muur gaat scheuren of wringen, dat die naar beneden kan en die blijft op zijn plek, dan krijg je een situatie die er zo uit gaat zien. Dus hij gaat hier omlaag en dan gaat hij deze deur overdreven hier laten aanlopen en hier op de vloer. Dus de vloer die gaat hier wringen. Maar deze situatie komt haast nooit voor. Dus meestal staat het kozijn goed stevig in de muur. Zo, weer goed zitten. Zo, deze ook weer. Zo. Als je nou merkt, dus dat gewicht komt via die scharnier. Haal je deze pin eruit, dan hangt hij alleen maar hier. Wat gebeurt er dan? Dan drukt hij tegen die stijl aan. Dus hier wil hij er vanaf. En hier wil hij er naartoe. Dus als je hier dit scharnier onderaan, heeft er eigenlijk het minste te houden. Het meeste te houden heeft deze. We kunnen het laten zien door die stift eruit te halen. Even kijken, waar is mijn drevel? Even kijken of ik die... Nu staat mijn kozijntje met die onderste scharnier is los en hij draait min of meer toch rond. Hij kan een beetje uit zijn scharnier hangen, halen, of hoe heet dat, schieten. Maar min of meer blijft hij hangen. Dus deze, die houdt het. Doe ik het andersom. Andersom doen. Wat gebeurt er dan? Dan valt hij eruit. Dan wil hij eruit door het gewicht. En dan gaat hij op de vloer natuurlijk aanlopen. Dan krijg je dit. Dus, wat betekent dat? Dat deze... Dit scharnier heeft het meeste te houden. En wat je dan altijd ziet als er een probleem is, dat de naad hier groter is dan hier. Hier komt hij wel tegen de post aan, gaat hij drukken en hier gaat hij trekken. Dus als ik zie dat hier een deur aanloopt, dan kijk ik eerst naar de naad. Dan ga ik proberen om dat scharnier of die deur zodanig te maken dat deze naad weer min of meer gesloten is. Ik kan een klein keertje geven, maar dat hij hier ruimte krijgt voordat je gaat schaven. Het effect ook is, als die scharnier loslaat of uitrekt of wat dan ook, of die schroeven loslaten, dat kan natuurlijk ook door houtrot of wat dan ook, dat die dus ook hier gaat aanlopen. Dus hier en hier. Want hij drukt hem daarheen, dus gaat hij ook naar beneden. Dus dat een deur aanloopt, dus als die gaat verplaatsen, dat kan in het kozijn zitten, als de muur slecht is, of er is geheid in de buurt, dat
verwrongen is, kijk, dan is het gewoon de stijl. Maar normale omstandigheden doet hij dat niet. Dus ga je zoeken in dit scharnier. Dan, het kan natuurlijk ook zijn dat die deur gewoon scheluw getrokken is. Dat het probleem in de deur zit. Dus voordat je ook maar wat doet, ga je natuurlijk kijken of die deur recht is. Of die niet krom is, of die scheluw is. En als dat gewoon wel zo is, dan ga je zoeken naar de omstandigheden.